Waarom hebben de christenen hem aanbeden? Waarom hebben de christenen Isa alayhi salam aanbeden? Ik kan niet zeggen iedereen van hun had slechte bedoelingen. Maar weten jullie wat het probleem is van de christenen? Weten jullie wat het probleem was van de christenen? En nog steeds is van de christenen? Dat was het overdrijven in liefde. Het overdrijven in liefde. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: overdrijf niet in mij zoals de christenen hebben overdreven in Isa, de zoon van Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Ik ben slechts de dienaar van Allah en zijn profeet. Dus hoe kan je overdrijven in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Door hem te zien als God of hem te zien als degene die jou gaat vergeven. Degene die bepaalt wie naar het paradijs gaat en naar het helle vuur. Of nog erger, degene die jou geneest, et cetera. Door aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam goddelijke eigenschappen toe te schrijven. Dit is allemaal haram, dit is allemaal shirk. Dit is wat de christenen hebben gedaan bij Isa. Waarom hebben ze dit gedaan bij Isa? Uit liefde. Dus ook met liefde kan je overdrijven. Ook met liefde kan je overdrijven. En dat is wat we vandaag de dag zien bij de Sofiyah. Dat zij hun mashayikh eigenlijk ophemelen. En dat zij hun soms hun voeten kussen en zelfs sujood voor hun verrichten. En geloof het of niet, sommigen van hun eten zelfs ontlasting, astaghfirullah, van hun sofi sheikhs. De extreme van hun. Ala kulli hal, pas op in het overdrijven voor mensen. Pas op in het overdrijven en het ophemelen van mensen, zowel de doden, laat staan de levenden. Verlies nooit je verstand wanneer je houdt van een persoon, wanneer je houdt van een geleerde, laat staan een student van kennis. Doe altijd gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Wees goed voor elkaar, help elkaar, gun elkaar, maar plaats niemand boven zijn status. En dat is de reden waarom de christenen dus Isa hebben aanbeden. En Allah Azza wa Jal die is hier woedend op. Dus de christenen uit liefde. En dat zie je ook vaak bij hun. God is liefde, God is liefde. En ze hebben ook echt liefde. Maar verkeerde liefde. En ze overdrijven in hun liefde. En de joden die hadden weer juist kennis. Maar die hebben die kennis misbruikt. Zo staat dat in de boeken. غير المغضوب عليهم ولا الضالين zeggen wij in Surah Al-Fatiha. Al-Maghdoob alayhim, degene op wie Allah boos is, dat zijn de Joden, zoals staat in Tafsir Ibn Kathir. Wad-Dalin, degene die zijn afgedwaald, dat zijn de christenen. Waarom? Omdat de Joden kennis hadden en omdat de christenen afgedwaald zijn vanwege hun emoties en vanwege hun liefde.